De voorbije maanden ben ik terug een gelukkig man. En een gelukkig man, waarom? Ik heb precies terug de passie in mijn bedrijf gevonden. Ik was het misschien een beetje kwijt. Ik wist het zelf natuurlijk niet. Ik deed altijd nog wel graag hetgene wat ik deed. Maar er miste iets en ik kon niet echt zeggen wat er miste. Ik dacht dat het misschien aan de inkomsten en aan de corona lag, dat die allemaal een duik hebben genomen. Tijdens die coronaperiode natuurlijk minder inkomsten. Daar heb ik wel een beetje van afgezien. Maar er miste iets, maar ik wist natuurlijk niet goed wat. Tot ik vorige week, of misschien wel 2 weken geleden, ben ik op een cursus geweest. Een cursus, een midweek, een workation, gelijk als ze zeggen, waar ik terug helemaal ondergedompeld ben in de fotografie. En ik als fotograaf en ondernemer heb, ja, ik heb erover getwijfeld, zou ik dat wel doen, want ik had mezelf al voor de coronacrisis ingeschreven. En ja, ondertussen was er toch al zoveel veranderd aan mijn zaak. Ik ging me dus meer focussen op zakelijke portretten. En ja, die fotografie experience was eigenlijk gewoon simpelweg met andere fotografen die van alles wat deden. Maar ik dacht, ja, weet je, ik heb me nu ingeschreven. Het lijkt me wel gezellig om zo eens een keer ondergedompeld te worden in de fotografie. Plus, ik kan mijn skills natuurlijk nog eens een keertje aanscherpen. Dus ik heb dat gewoon gedaan. En wat heb ik daar gemerkt? Dat is dat ik mijn eigen ding een beetje uit het oog was verloren. Ik fotografeer heel graag mensen die hun passie aan het doen zijn. Dus ondernemers, zelfstandigen, die bijvoorbeeld heel graag in de bouw staan en waar je dat van kan aflezen, of loodgieters, of ook accountants, advocaten, het maakt niet uit. Ik zie graag die passie, die mensen die bezig zijn, die echt verdiept zijn in hun werk. Dat leg ik heel graag vast in een foto. Maar mijn eigen passie was ik dan een beetje vergeten. En dat is het gewoon fotograferen van mensen, dat passie in beeld brengen. Dat kan ook met gewoon gezinnen. En dat kan ook met families en ook gewoon met communicanten en zo. En dat was ik gewoon een beetje vergeten. Dus ik ben dus heel blij dat ik dus die week weg ben geweest. Dat ik daar interessante mensen heb ontmoet. En dat daar tijdens het gesprek toch wel eens boven gekomen van, ja, Johan, waarom focus je jezelf toch zo hard op die ene niche? Dat je gewoon weet dat je al die andere dingen ook kan doen. En niet onbelangrijk dat je die graag doet. Nu, dat komt natuurlijk van ergens. Ik had voor een niche gekozen omdat men mij had gezegd van, ja, je moet je echt focussen op een niche en daar je op storten. Want dan word jij dé bedrijfsfotograaf. Dan word jij dé persoon die ze nodig hebben voor die bedrijven. En dat klopt en ik sta daar nog altijd achter. Maar ik merk nu ook wel dat het zeer belangrijk is dat ik blijf doen wat ik graag doe. En dat is gewoon die mensen gelukkig maken, of dat nu een ondernemer is of een particulier, een gezin of een familie. Het is zeer belangrijk dat je jezelf opleidt en dat je gaat kijken hoe kan je zelf beter worden in je zaak of hoe kan je jezelf naar buiten toe tonen. Dat is zeer belangrijk. Het is ook belangrijk om adviezen te durven aannemen en te durven, maar als het niet goed is, dan moet je natuurlijk ook op zoek gaan naar wat er niet goed is. Wat scheelt er? En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is een reis. Een reis die op en neer gaat en links en rechts. En je weet ook niet altijd als je een weg ziet waar die weg gaat eindigen. Dus misschien sta ik nu nog steeds aan het begin of misschien al eerder aan het einde van mijn carrière. Ik weet het niet. Van mijn richting bedoel ik. Ik hoop van mijn carrière nog niet. Maar je moet natuurlijk die reis vertrouwen. Je komt wel ergens uit en je merkt gewoon dat door verschillende dalen en hoogtepunten dat je een duidelijkere visie gaat hebben over wat je gaat doen. Dus als ik een tip mag geven als ondernemer, dan is vertrouw die reis. Doe, blijf bezig, maar sta ook zeker open naar anderen en vraag jezelf steeds af, wat zit er in je hart? Wat doe jij graag? Waar krijg jij het warm van? Waar klopt jouw hart sneller van? Dus dat had ik een beetje uit het oog verloren en dat heb ik nu denk ik terug gevonden. En daarom nogmaals, kan je me volgen op mijn social media accounts, dat ik allemaal ga brengen in de toekomst naar jullie toe. Dus ga zeker eens een keertje op mijn website kijken, johangalemans.com. Je zal er dus 2 keuzes hebben, particulier en zakelijk. Wil je zakelijke portretten, die doe ik nog altijd zeer graag, dan moet je daarop klikken. Maar wil je ook eens een keertje zien hoe ik de particuliere markt ga helpen met mooie portretten, kan je daar eens op drukken. Ik moet nog wel zeggen, ik ben nu op deze moment daar nog volle bakken aan bezig. Dus misschien is het nog niet compleet, maar weet gewoon dat ik dat kan doen. Er zijn ook nog steeds workshops waar ik mezelf mee wil bezighouden. Die komen er ook nog zeker aan, workshops om mensen te helpen in hun fotografiereis. Zijn de ondernemers, zijn de gewoon hobbyisten
die beter willen leren fotograferen. En ook daar ben ik aan een nieuwe formule bezig, dat ik mensen kan helpen op een fatsoenlijke manier, dat ik ze echt wat kan bijbrengen in hun fotografie skills. Dus dat ga ik ook nog steeds doen. Ik heb nog veel kennis over andere zaken, over social media en over foto's bewerken en zo. Misschien dat ik dat ook nog allemaal wel in de cursus ga gieten, maar daar zijn we nog nu niet. En de workshops voor bedrijven is er ook nog steeds. Dus ben jij een bedrijf en heb je graag iemand over de vloer die jou eens een keertje uitlegt hoe je je strategie kan bepalen voor jouw bedrijf, welke verhalen jij kan vertellen. Ook daar wil ik mijn schouders onder zetten voor jou, om daar jou in te helpen. Ga zeker eens een keertje kijken op mijn website johangagelmans.com of op mijn Instagram-account Beeld in uw leven. Daar zal ik allemaal foto's gaan posten en quotes en dingen over mezelf en over mijn zaak. Maar ik heb ook een zakelijke Instagram-account, ergens een plaats waar ik voornamelijk bedrijven ga tonen, omdat ik vind dat het moeilijk te matchen is met de particuliere markt. Heb ik ook echt eentje toegespitst op zakelijke fotografie, dat is JG Business Portraits. Ik ben wel aan het denken om die naam een beetje te veranderen, maar we weten nog niet hoe wat, maar dat komt er nog zeker aan. Dus ga daar zeker eens een keertje op kijken. En op LinkedIn kan je mij natuurlijk altijd vinden op Johan Gagelmans. Connecteer met me en ontdek daar waar ik mezelf allemaal mee bezighoud op het zakelijke vlak. Voilà, dat was het voor deze keer. Ik kom zeker nog eens een keertje terug met een nieuwe video, met een ander inzicht of met een andere tip of trick. Tot de volgende keer. Bye bye.